Hey hallo, hier een filmpje over het BOE-schema in de scheikunde. BOE staat voor begin, omgezet en evenwicht. En dat gebruik je dus als je gaat rekenen aan evenwichten in de scheikunde en je moet een omzettingstabel gebruiken. Hier een voorbeeld van zo'n evenwichtsreactie. We hebben hier stikstof en waterstof die een evenwichtsreactie ammoniak NH3 vormen. Aan deze twee pijltjes zie je dat het een evenwicht is. En omdat de reactie ook weer terug kan, naar links kan, zal niet alles van de beginstoffen uiteindelijk in NH3 worden omgezet. Zo'n getallenvoorbeeldje. Stel ik neem 1 mol N2 en 3 mol H2. Dan zou je, als je maar één pijltje in de rest stond, 2 mol NH3 krijgen. Maar omdat de reactie weer terug kan, krijg je minder dan 2 mol NH3. Nou, als je aan dit soort dingen moet rekenen, dan komt het BOE-schema van pas. Ik zei het aan het begin al even net kort, maar nu nog een keertje. De letters BOE staan voor begin, dus hoeveel er van de beginstoffen is. Omgezet betekent wat er reageert, dus van de beginstoffen weggaat en van de reactieproduct erbij komt. En wat je overhoudt, dat is de hoeveelheid die er in het evenwicht is. Een voorbeeldsommetje waarbij ik hetzelfde evenwicht gebruik als net. En hier het BOE-schema. Stel, er staat dat er 30 mol stikstof en 80 mol waterstof bij elkaar in een vat wordt gedaan, een vat van 100 liter, en dan gaat het reageren. En als er een evenwicht is, is er 24 mol NH3 ontstaan. Nou, deze gegevens krijg je natuurlijk in de vraag. Dan kunnen we met dat schema gaan uitrekenen wat de hoeveelheden van de stoffen zijn, van N2, H2 en NH3, in het evenwicht. Nou, dat is eigenlijk een beetje boekhouden. Ik ga eerst even opschrijven wat is er nou aan het begin. Nou, dat staat in de vraag 30 mol N2 en 80 mol H2. Er staat niks over NH3, dus we gaan ervan uit dat er geen NH3 in dat vat is gedaan. Deze getallen zijn niet in de molverhouding die hier staat. Nee, dat kan gewoon alles zijn, dus net wat iemand in zo'n vat gooit natuurlijk. Wat weten we nog meer? Dat er, als er evenwicht is, 24 mol NH3 is ontstaan. Dus onder NH3 bij evenwicht zeg ik 24 mol. Dan kijk ik wat er is omgezet. Nou, tussen het begin en eind is er 24 mol NH3 bijgekomen. Dus ik zet hier plus 24 mol. Nou, in die regel van omgezet, die middelste regel, staat dus hoeveel er reageert. En daar moet ik de molverhouding van de reactie toepassen. 1 mol N2 en 3 mol H2 wordt 2 mol NH3. Wat je bij elkaar doet hoeft niet in die verhouding te zijn, maar wat er reageert altijd wel. Dat betekent dat er 12 mol N2 weg is gegaan. 12 omdat dit 1 is en dit 2. Ja, dus die 24 moet ik delen door 2. En het minnetje omdat het wegreageert. De hoeveelheid N2 wordt minder. Nou, er is 3 keer zoveel H2 dat reageert als N2. Dus ik doe die 12 keer 3. En dat betekent dat er 36 mol waterstof reageert. Je kan natuurlijk ook zeggen, dit is 2 op 3. En 24 keer 1,5 wordt ook 36. Zo kunnen we ook uitrekenen. Nou, dan gaan we kijken wat blijft er over in het evenwicht. Nou, als je begint met 30 mol en er gaat 12 mol weg, dan hou je 18 mol over. En zo kun je ook uitrekenen dat er 80 min 36, dus 44 mol H2 overblijft in het evenwicht. Vaak wordt er nog een andere vraag bijgesteld, die heb ik hier even ondergetypt. Dat is om de evenwichtsconstante van dit evenwicht te berekenen bij de gebruikte temperatuur. Nou staat er bij sommige temperaturen in BINAS 51 of Science Data 91H wel zo'n evenwichtsconstante, maar er staat hier niks over de temperatuur, dus we moeten het halen uit deze gegevens. Dan staat er nog even bij voor alle zekerheid dat de stoffen, stikstof, waterstof en ammoniak in de gasfase zijn. Dan gaan we eerst even kijken naar de evenwichtsvoorwaarden. Die staat hieronder, hè, dat K is. Daar staat boven de breukstreep de concentratie NH3 in het kwadraat. Dat kwadraat, omdat hier een 2 staat, die komt er hierboven. En onder de breukstreep, de stoffen die links van de pijl staan, N2 keer H2, en dan H2 tot en met 3, omdat hier een 3'tje staat. Omdat alle stoffen in de gasfase zijn, komen ze allemaal voor in deze evenwichtsvoorwaarden. Stel er zou een vaste stof zijn, dan komt dat er niet in voor. Nou, wat ik hier dan nodig heb, is de concentratie. En want dit betekent, deze notatie, de concentratie met als eenheid mol per liter. Heet ook wel molair, afgekort met de hoofdletter M. Dus ik ga hier een nieuwe regel bijzetten om de concentratie van die stoffen in het evenwicht te berekenen.
Dat is vrij eenvoudig, want het vat is 100 liter. Ik heb het aantal mol al. Als ik dat deel door 100, kom ik op het aantal mol per liter of molair. Dus die 18, 44 en 24 deel ik alle drie door 100. Dan heb ik hier de concentratie staan. Dan kan ik het gaan invullen. Dus die 0,24 in plaats van NH3 in het kwadraat. 0,18 keer 0,44 tot de macht 3. Op je rekenmachine intypen levert dat 3,8 op. Dus dat is hier de evenwichtsconstante. En als er uit deze breuk 3,8 komt, is er dus evenwicht. Nou, dit was eigenlijk het hele verhaal al. Oefen hier een beetje mee en tot de volgende keer.